Je hebt nu een manicure shoot. Jullie zien mij echt in different personalities. Het is heel fijn. Ik heb iets heel ergs gedaan. Ik wil dus eigenlijk wel aan het kerstdiner zitten met een flinke tel. Jongens, hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik zat net met Nikita bij een café. Maar ja, het is het 7-jarig jubileum van ons. Dus ik wilde eigenlijk even. We liepen laatst langs een heel schattig bakkertje. Met allemaal soorten scones en zo. Maar dat wilde ik dus halen, want dat zit hier vlakbij. Alleen die meid was dus in één keer veel eerder klaar voor mijn job. Dus dat kwam mij heel slecht uit. Maar nu heb ik al gezegd van ja, ik moet heel even weg. Dus ik ga dat nu even snel halen. En dan even gewoon een leuke kleine geitje. Is het toch enig? Jongens, de buiten is binnen. Het waren een soort scones, maar wel met een vulling. Echt, het ziet er echt amazing uit. Ik ga die meid niet verrassen. Hier wil buiten adem. Wederom. Hey! Ja! Voor de 7-year friendship! Stop het! Oh my god, het is Paul! Goedemorgen, jongens. We zijn. We doen weer bij een shoot vandaag voor Julio, heet het volgens mij. En gewoon e-com en mijn make-up en haar gaat nu beginnen. De make-upjes zitten erop. Enig. En volgens mij weet mijn haar gewoon zoals mijn haar is. Dikke mooi. Was het video maken en e-com, maar nu doen we alleen e-com, dus alles gaat best wel snel. Dat zien. Jongens, het is echt niet normaal. Bus is kort voor 5 klaar. Gelukkig op is het wel op tijd, want ik dacht dat ik tot 6 wil moest. Toen ging ik dus met de Uber naar huis. Helemaal buiten adem, omdat ik echt snel aan het lopen ben. Maar het stond helemaal vast. Je ziet ook weer al mijn auto's. Het gaat nu wel weer enigszins door. Maar de files hier, dat is echt something else. Want besef, het is nu ook al bijna 6:30 en ik was om 5 uur daar weg. Dus ik kan wel uitrekenen hoe lang ik al onderweg ben. En ik wil echt gewoon thuis zijn. Maar we zijn er bijna. Nog 5 minuten verslopen. Oh, ik word bijna aangereden. Jongens, dit ga je niet geloven. Ik heb vandaag echt de hele dag niks gedaan, gechilled. Mijn haar is ook vet. We zijn vanochtend naar de gym geweest, dat is het enige. Ajax had ik net gekeken. Het is nu 6 uur. Word ik net geappt door mijn agent. Je hebt nu een manicure shoot. Dus ik ga nu onderweg naar die locatie. En ik ben benieuwd wat ze met mijn haar gaan doen. Dat is een goed. Maar ja, so last minute, I can't. Het is echt de model life. We gaan zien. We zijn er. Ik ben nu even op de make-up artist wachten, maar die komt zo denk ik. Ik ben erg benieuwd. Jongens, hier is de studio. Hier gaan we shooten. Ik weet niet of ik erin mag doen. Maar het is enig en mijn make-up is ook amazing. Een contour laten zien. Niet heel goed licht. Gorgeous. Jongens, inmiddels is het, even kijken, 10 uur. Take a picture? Yes. Cold. Nee.
wat staan op die pauwtjes. Hallo mensen, eeuw, mijn camera's. Goedemiddag, wij zijn wederom onderweg. Mijn haar zit er te vol. Want we gaan, je raadt het niet, poffertjes eten. Oh my god, we missen Nederland. Dus we gaan gewoon lekker poffertjes eten. Ik ben erg benieuwd. Bij een soort Hollands café vibe. En het is echt fantastisch weer. Iedereen in Nederland is helemaal weg te vriezen. Weg te vriezen. In het donker. Wij zitten hier gewoon lekker te planeren. Met de 25 graden. Dikke mooi. Mini hotcakes. Ja. Oh, durf je chai? Zo, die is goedkoop. Jongens, kijk hoe goed het eruit ziet. Dit is fantastisch. Geweldig. Jongens, jullie zien mij echt in different personalities, maar ik vergeet soms gewoon even te vloggen. Oh ja, ik had vanochtend gevlogd trouwens, dat ik vandaag alleen maar aan de studie heb gezeten. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb Game of Thrones gekeken, which was very shocking. Ik ben nog steeds echt in stress. Maar in ieder geval, wij gaan weer 3 graden naar Balmor. Ik heb heel veel leuk jurkje aan van Nikita. En we gaan daar fretten. En dan gaan we zien hoe de avond loopt. Is helemaal leuk. Hi, we hebben het lekker gegeten bij Balmor. En nu gaan we even naar een bar. En daar gaan we waarschijnlijk uit. Jongens, de avond eindigt bij de M. De beste plaats om de avond te eindigen. Dit is geweldig. Ja, diep iets anders. We zijn naar een barretje gegaan. En toen op een gegeven moment dachten we, ja, we gaan gewoon naar de McDonald's, let's go. Waarom staan er van die rare dingen op dat scherm? I'm scared. Ja, dit is amazing. Ik wist het gewoon, ik voelde dat het aan water dat het klaar was. Ja. Een hele goede morgen zonder zorgen. Wij zitten weer bij Middel Café. Ik weet niet of het Janke is. Het is heel fijn. Ik weet jullie later. Oké. Die baby gaat gewoon huilen als ik ga praten. Maar we gaan nu even een filmclub doen. De film was Coraline. Ik vind het wel een leuke film. Ik ben nog een beetje halflevend. Maar I need my matcha and my grilled cheese. Hallo. Mensen, hallo. Hallo, Floppies. Wij staan bij de Walmart. Ik moest even geld binnen. We zijn onderweg. Het heeft een dikke lijkenbag. Want we gaan weer even onze kleding terugbrengen naar de stylist, unfortunately. En daarna gaan we naar Rosetta. Echt best wel een populaire bakkerij hier waar ik nog nooit ben geweest. Ik vraag me niet waarom, maar het is altijd dat we voor some reason daar in het weekend zijn en dan staat er echt een hele lange rij. En nu gaan we het even op de maandag proberen. Dus we gaan zien. Ik ben heel benieuwd. Jongens, ik heb iets heel ergs gedaan. Mijn trek. Nou, ik weet niet. Ik wil even die uitspraak. Ik ga het zo even opzoeken. Ik weet het niet. Maar die heeft het overwonnen. Want ik ben dus vergeten het broodje te filmen. Maar het was echt amazing. Misschien kan ik nog even een foto hier in pleuren. Maar. Jongens, de meiden zijn op de.
De meiden zijn op de rooftop. We gaan even lekker tannen. Want ik wil dus eigenlijk wel aan het kerstdiner zitten met een flinke tan. De vraag is of dat gaat dukken met mijn bleke huid. Maar we shall see. En we hebben net even nog polaroids gemaakt. Die moest ik even maken voor mijn mother agency. Dus ja, wij gaan hier lekker op ons matras hoesten. Glamorous life tannen. Jongens, ik ben even mijn vlogje aan het editen en ik wil me even verontschuldigen, want dit is echt verschrikkelijk. Het is echt all over the place. En ik heb dus ook per ongeluk een fragment volgens mij verwijderd, waardoor het nog meer verwarring schopt. En ik ga echt van de hak op de tak. Maar het is echt dat ik deze week heel veel ben vergeten om gewoon dingen te vloggen. Op zich hebben we best wel leuke dingen gedaan, maar ik ben gewoon vergeten te vloggen. Dus excuse me. Ik ga volgende week beter mijn best doen. Dit meen je niet. Oh, what the fuck? We're making soup. Goed soep. Voor de bakkers. Maar we zijn bang voor de blender, want we hebben geen staafmixer. Nee, de vorige keer dat ik dit deed, ging het door de hele kitchen. Nou, bij mij ging het de eerste keer goed, alleen toen had ik dus nog het idee om de tweede keer nog een keer te wennen op de, toen het al vloeibaar was en toen. Oh, ja, daar ben ik dus erg bang voor. Ja. Dat hij ontploft. We'll see. We'll see. Ja, dat denk ik gewoon weggelaten, maar hier achter. Ik sta op veilige afstand. Oh, I'm scared. Oh, no, you can go, you can go. Please hide. Oh. Daar gaan we. Oh, wat eng. Ja, dat ging net. Wat is? Ja, hij gaat al. Maar waarom doet hij dat? En waarom? Er is niks op dat. Misschien had ik hem wel een linker aan moeten laten. Ja, we found our way in the end. Gewoon heel weinig erin doen. Maar we hebben sowieso echt veel te veel soep. Je hebt nog te veel soep. Nou, lekker hoor. Kijk eens onze soepie. Hoe zit het zelf voor? Ja, dat hoorde ik. Ik wilde het zeggen. Thank you.